eventjes kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zaterdag. En ik ben hier met slapende Blondie. Blondie heeft gisteren een hele zware dag gehad. Gisteren hebben we gecrossed en de dag daarvoor hebben we gesprongen. Dus dat is heel veel. Dus ze is nu helemaal kapot. En wij gaan de paardjes lekker op de wei zetten. Zo, de meisjes staan op de wei. En inmiddels doen wij zoek je poepje. In het oerwoud, want het is zo dicht begroeid dat het bijna niet te vinden is waar alle poepjes zijn. Daar is het wel kort. Dit is blijkbaar de poepplek en daar wensen ze niet te grazen, maar wel te poepen. En een hele goede morgen. Oh, ik heb mijn knottenkapsel al in. Kijk maar. Geen deficit, maar ik heb mijn knot in. Oh, ja, het is een beetje rommelig. Want het ging niet helemaal. Maar ik heb nieuwe knotsbelichtjes. Ik heb de worstzorg gekocht, dus daar ben ik weer helemaal blij mee. Wij zijn onderweg naar Ridderkerk met de Boerontour. Ik heb vandaag de tweede selectiedag van Jong KNS. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat vandaag zou gaan. Want ik heb nu 9 punten. Ja, 9. En het hoogste aantal dat je kan halen is 20. Dus als ik vandaag nog 10 punten haal. Of nee, want 10 punten is de eerste plaats, 9 punten is de tweede plaats, dan zo verder. Dus als ik vandaag bijvoorbeeld twee keer eerste word, dan heb ik 19 punten. En als ik vandaag tweede word, dan 18 bijvoorbeeld. Heel erg benieuwd hoe het vandaag gaat. Ik hoop dat het vandaag beter gaat dan de vorige keer dat ik Jonka les heb gereden. Maar dat zal wel. Ik vind het wel leuk, ik doe nu allemaal verschillende disciplines. Want ik heb 2 weken geleden heb ik natuurlijk jumping gehad. Dan afgelopen weekend was dat. Oh nee. Vorige week had ik jumping. Dan heb ik nu dressuur. En dan volgende week heb ik crossen. Dus Blondie wordt ineens een allround pony. Dus dat is wel heel grappig. Dat is Tessa Ottenhoff met Miss Blondie. Tess, we gaan beginnen. AXC binnenkomen in arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC binnenkomen arbeidsdraf. C, linkerhand. Veel en veel te laat. Dus ik heb een kwartiertje kunnen inrijden. En ja, dat vond ik best wel naar, maar daar is niks aan te doen. De wedstrijdjes waren niet met heel veel power. Ik heb gewoon lekker mijn ding gedaan. Maar ik zag bos. En ik wist niet of hieruit paden waren, ja of nee. Maar ik zag bos. En ik wou bos in. Dus in mijn wedstrijd een uurtje. Want prijsuitreiking en zo moet met wedstrijd nu niet dat ik iets win of zo. Maar ik zit nu in bos, maar ook in Woonwijk. In Ridderkerk. Oh, maar in het begin had ik echt mega veel stress, omdat ik echt veel en veel te laat was. Nou ja, toen we eenmaal bij de wedstrijd zelf ging het wel redelijk. Niet veel power, niet heel goed, niet heel slecht. Ik verwacht er niet te veel van. Maar het was in ieder geval, we hebben ons best gedaan voor wat we konden doen vandaag. Dus daar ben ik wel blij mee. Nu ga ik even kijken hoe en wat hier. Oh, ik ben nu in een ik ben bij een school of zo. Is dit? Oké. Ik ga hier denk ik omdraaien, want anders ben ik uit bos. Ik kan hier denk ik als ik galopperen. Nou, ik ga even plezier hebben. Doei doei! We zitten in de auto, maar we gaan even naar buiten toe. Want ik ging net naar Blondie toe, na de prijsuitreiking. Ik ben de eerste geworden, superleuk. Maar Blondie, die heeft wat probleempjes. Het wordt ook steeds erger. Helemaal
poesjes. Nou ja, we hebben meteen die hard gespeeld. Ja, meisje, wat is dat nou? En het is een allergische reactie. En als het niet wegtrekt, dan moeten we wel even langs. Maar nu is het wel even thuis moeten afspoelen. En dan kijken wat er is. Want we hadden natuurlijk ook allemaal rotbeesten. En we hebben vliegenspray erop gespreid, die ze normaal gesproken niet op heeft. Dus we weten niet wat het is. Maar als het niet snel wegtrekt of zo, dan moeten we. Ik weet niet waar we dan heen moeten. Maar ze zit helemaal onder. Maar kijk maar. Oh, meisje toch. Oh. Even. Hij heeft ook onder je buik, of is dat dan weer niet? Ja. Een hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben hier met Blondie. En Blondie had gisteren natuurlijk helemaal overal van die bubbeltjes. Nou, ze heeft hier nog steeds eentje. Maar dat is niet alles, want ze heeft op meer plekken nog. Maar vooral onder haar buik. Kijk. Weet je dat het heel erg ziet? Deze is heel groot. En op haar hoofd heeft het nog. Maar klein hier. En hier. Dan ben ik nog even vergeten te zeggen hoe het gisteren was gegaan. Ik ben eerste en 50 geworden. En in totaal heb ik 6 plaatsingspunten. Dus 9 plus 6 is 15. 15 punten. Ja, 15. En ik sta op dit moment 4e bij de KNS. Met mijn eerste proef was ik eerste geworden met 204,5 punt. En met mijn tweede proef was ik natuurlijk fout gereden. En ging ook gewoon iets minder. En daar had ik 183 punten en een half volgens mij. Of 383. Nou ja, dat. Dus daar ben ik best wel tevreden mee. Nou ja, met de eerste proef vooral. Met de tweede proef wat minder. Het zijn natuurlijk gewoon nog steeds hartstikke goede punten. Maar dus daar ben ik wel blij mee. Super. Zo, inmiddels Ivy al op de wei. We zijn dus terug uit van de aquatrainer. En Blondie had gisteren natuurlijk enorme bulten. Maar, oh, wacht mevrouw, ik ga het even laten zien. Ik laat het wel even graag, zo is makkelijker. Kijk. Nu heeft ze dus alleen nog op haar buik nog een heel klein beetje. Ik weet niet of ik dat kan laten zien. Een klein beetje bij haar hoofd. Dit is nog het ergste. Maar bovenop is een krentenbol af. Dus het is bijna over. Een hele goede middag, morgen. Ik ben hier samen met Ivy. Wat is vandaag de planning? Ik ga samen met Blondie ga ik oefenen voor aankomende zondag. Want dan heb ik een oefencross in Ede. En ik ga Ivy logeren. Ik heb er zin in, vooral met Blondie crossen. Dus Ivy logeren, dat is natuurlijk altijd leuk en... Nou ja, dit is wel minder leuk te rijden bijvoorbeeld, maar ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat. En het is vooral een lesje voor vertrouwen en dat we top het weekend ingaan. Afgespoten en het gaat weer helemaal goed met haar. We hebben echt heel veel gedaan. Super gaaf ook, want natuurlijk in Ede hadden we al heel veel dingetjes gedaan. Dat hebben we hier weer opgepakt. Ja, dus ik ben super blij met het resultaat dat we vandaag hebben geboekt.
super trots op Lonnie en ook op mezelf. We zijn zelfs van die grote helling af geweest. Nou ja, had ik nooit verwacht. En over die tafel heen geweest, in het water gesprongen. En die hechtjes zijn altijd leuk. Dus daar ben ik super blij mee.